Kermis in de anderhalve meter samenleving. Handen schoonmaken, polshandjes voor jongeren, want die hoeven geen afstand te houden. En minder attracties dan vroeger. En bij het organiseren hebben we gekeken dat veiligheid en gezondheid bovenaan staat. We hebben 6 desinfectiepunten, dat mensen de handen kunnen desinfecteren. De kinderen onder de 18 die krijgen een polsbandje. Want kinderen onder de 18 die mogen nou eenmaal wel bij elkaar. Dus daar hoeven we dan niet zo goed op te letten, boven de 18 wel. Wij gaan mensen ook aanspreken als ze in groepen gaan lopen. Mensen moeten zich goed aan de maatregelen houden, want ze zijn ook heel streng. Want er loopt handhaving en security. Misdraag je eigen, word je gewoon van het kermistrein verwijderd. Pootsma is niet bang dat de kermis een besmettingshaard van corona zal zijn. Maar dat de kermis onder een vergrootglas ligt, weet ze maar al te goed. Wij hebben er gewoon alles aan gedaan om alles in goede banen te leiden. En we gaan er heel erg op toezien. Er ligt wel heel veel last op onze schouders. En we hopen gewoon dat het allemaal heel goed gaat. De kermisexploitanten zijn blij dat ze weer ergens kunnen staan. Want als pretparken en winkelcentra wel open mogen en kermissen nog vaak verboden worden, dat steekt. Het is de eerste keer sinds oktober. En hoe is dat? Drama. Toch wel, nog steeds? Nog steeds, ja. Want het is punt 1 je leven. En je hebt geen inkomsten. En alles is nog onzeker. Voorlopig is dit ook mijn enigste kermis. Wij willen alles aan doen om het weer mogelijk te maken. Maar we zijn toch afhankelijk van het publiek wat het ook naleeft. En we hopen dat dat allemaal goed gaat. We proberen aan alle kanten alles mogelijk te maken. Maar het is toch de factor van het publiek hoe het hiermee omgaat en met de drukte ook een beetje rekening houdt. De kermis in Wateringen duurt tot en met zaterdag.